Yo kijkers van 20, mijn naam is Simon Makkelman en je groet nu een video. We gaan vandaag gewoon door met de Roda carrière en we gaan vandaag een super vette aflevering hebben. We gaan spelen tegen Lazio, PSV en Feyenoord en dat zijn alle drie hele belangrijke wedstrijden. Zoals jullie weten ga ik niet zo heel erg goed in Europa League. We moeten nu een goede wedstrijd hebben als we nog willen meespelen. En als we nog graag door willen gaan. Lazio is de moeilijkste tegenstander. Maar wij hebben ook een pittig goed team. Dus ik denk dat we het op zich wel aankunnen als we er gewoon een goede wedstrijd van maken. Laten we maar snel beginnen met de eerste wedstrijd. Trouwens voor de mensen die mijn streams volgen. Ik ga maandag weer live. Maandag niet al te lang live. Maar ik ben er wel online en ik ben er wel gewoon wel live op YouTube. En zaterdag, dus niet vandaag. Want ja, niet vandaag. Maar volgende week zaterdag. Komt iets heel vets, we hebben een 12 uur livestream. Die heeft Sander natuurlijk ook gedaan, ik ga er ook eentje doen. En ik hoop dat zoveel mogelijk mensen voor jullie erbij zijn. Ik ga er gewoon een beetje reclame hiervoor maken, et cetera. En dat komt helemaal goed. De eerste wedstrijd dus, misschien wel de moeilijkste wedstrijd die er maar gaat komen in de poolfase van Europa League. Namelijk uit tegen Lazio. We spelen met een sterke selectie. En ik denk dat Lazio ook een hele sterke selectie heeft die wij zo gaan zien. Hier het team van Lazio, Marchetti in het doel. Dat is een hele goede voetballer. Felipe Anderson, gevaarlijke speler. Djordjevic, ja, voor de rest Kandreva. Of er een andere Kandreva is. Maar het is geen makkelijk team. Het wordt absoluut geen makkelijke wedstrijd. Want dit is ons team van Leer Chambers, Jetfire, Rudikoppers, Kakli, middenveld Lejeune, Paulussen en Moussa Dembele. En voorin Komen, Akpa Akpro en Renato Sanchez. Geen Mike van Duinen, geen Juric die weer terug is van zijn blessure. Maar gewoon lekker Akpa Akpro. We moeten deze wedstrijd winnen. We zullen gaan zien hoe deze wedstrijd gaat. Oh, mooi gedaan. Wat een prachtige opening. Wat een prachtige opening. En is het de 1-0? Nee! Hoe kan ik hem missen, jongens? Oh mijn fucking god. Misschien net de hoekschop dan. Komt perfect op Lejeune. Komt perfect op Lejeune. En wat een lekker schot komt er dan ook. No. Wat gebeurt? Huh? Nee, weer een penalty omdat het hands is. Oh mijn fucking god. Dat heb ik zo vaak en ik heb het nooit zelf. Ik heb het nooit zelf. En weet ik, hou hem niet. Ik ga gewoon lekker. Mijn fucking god. Oh, ik kan hier echt niet tegen. FIFA neukt me echt. Ja, ze maken een fout. Dit moet de gouden kant zijn. Dit moet hem zijn. Voorzetje, dit is zo dom. Oh mijn god. Oh, ik ben eigenlijk helemaal klaar mee. Oh. Hoe kan ik hem missen? Kom op, dit doe je mooi. Dit doe je prachtig. Kom man. Maak hem dit keer af. Kom man. Nee, nee, nee. Ga weg, man. Alles gaat mis deze wedstrijd, jongens. Alles gaat mis. Laatste kans. Balletje gaat goed. Die bal ging goed, maar dan voor de rest. Is er nog een kans? Is er nog een opening? Die is er. Maar hij is alweer mis. En dat was gewoon ook buitenspel, trouwens. Maar what the fuck, we zijn altijd zo close. Nog een uittrap. Kan die bal dan nog één keer naar voren gekopt worden? Nee. Er kan wel nog een 2-0 komen. Nee. De wedstrijd is afgelopen, we verliezen. We hebben genoeg kansen gehad op de 1-1. Als we hem zelf niet maken, dan verdienen we het niet om te winnen. En dat is dan ook fucking slecht wat we hier hebben gedaan. We mogen hier gewoon echt gewoon niet trots op zijn. We hebben echt een wanprestatie neergezet. Ja, we moeten nu echt per se de volgende paar wedstrijden winnen. Anders komen we ook niet eens door in de Europa League. Dus het wordt heel lastig nu. Tweede wedstrijd spelen we met... Tweede wedstrijd spelen we met dit team, Juric, Van Duinen en Werker in de basis. En Fike trouwens ook. Dat is misschien een beetje dom, maar ja, Juric is terug van zijn blessures. Hij kan op zich wel goed spelen. Ik ben benieuwd hoe we gaan spelen thuis tegen PSV. Een overwinning zou heel erg mooi zijn. Dan verbreiden we alleen maar de voorsprong met de nummer 2 van de Eredivisie. Ik denk altijd dat we het inderdaad hebben om deze wedstrijd te winnen. Thuis tegen PSV dus. Ik denk dat we moeten winnen en denk ook dat we kunnen winnen. Ik heb nu per ongeluk op kruisje gedrukt, rode opstelling van PSV niet zien. Mijn opstelling hebben we net nog gezien en die ziet er pittig fris uit. Opstelling van PSV zullen we tijdens de wedstrijd wel gaan ontdekken. Oh, wat mooi. Oh, wat mooi. Ja! Eindelijk weer een doelpunt. En het is Juric. Terug van zijn blessure. Hij moet het dan toch gaan doen voor ons. Hij maakt de 1-0 en daarmee staan we voor tegen PSV en je merkt meteen het verschil tussen Eredivisie en Europa League. Of het ligt aan Tommy Juric die eindelijk terug is van zijn, van zijn blessure. Oh, dit is mooi. Dit is mooi en dit moet ook zomaar de 2-0 zijn. Oh, dit moest hem echt zijn. En ja, het was misschien al opgevallen, ik heb mijn haar niet gedaan. Want ik heb scheid. Dus. Oh mijn god, bijna eigen doelpunt. Nee. Nee. Oh. Weg. Yes. Oh, ik ben echt onderdrukt aan het worden door PSV.
Oh mijn god, het gaat allemaal mis. Het gaat allemaal mis. Het gaat allemaal mis hier. Maar het gaat uiteindelijk wel goed. Want Foller keept weer een fucking goede wedstrijd. Hij keept echt goed. Gaan we dan tegen PSV winnen? Ja, we hebben gewonnen. Eerste overwinning van deze aflevering tegen PSV. Knap. Was wel een thuiswedstrijd, dus ik had eigenlijk niet anders verwacht. 1-0, magere overwinning. We waren wel de betere club. We hadden veel minder balbezit, als ik het goed heb. Ja. Ja, eigenlijk was PSV beter. Maar we hebben het eigenlijk nog goed tegengehouden, omdat Van Leer gewoon een supergoede wedstrijd keepte. En laten we maar hopen dat we ook tegen Feyenoord kunnen winnen. Komen en Aqua Acro zijn allebei een rating omhoog gegaan. Heel knap. En ze gaan allebei heel erg lekker. Echt chill dit. Moet ons wel even beseffen dat we gewoon... Wow, mijn voice is vandaag echt naar de kloten. Ik zei, wilde zeggen, we moeten vandaag wel even beseffen dat we gewoon al 9 wedstrijden achter elkaar hebben gewonnen in de Eredivisie. Wat misschien een beetje onrealistisch kan lijken, maar zoals ik vorige aflevering er ook al over had, hebben we maar 2 moeilijke clubs gehad. En die 2 moeilijke clubs waren PSV en Ajax. Tegen PSV hebben we net gewonnen. En tegen Ajax hebben we verloren met 1-0. Dat was de eerste wedstrijd. Maar in de Europa League hebben we het heel moeilijk en dan verliezen we heel veel. Dus in principe hebben we veel meer wedstrijden verloren. Maar in ieder geval, we gaan vandaag spelen tegen Feyenoord. En het is een uitwedstrijd. En ik heb weer per ongeluk op kruisje geklikt. Dus we weten weer per ongeluk niet wie de basis is. Wie er in de basis staan van Feyenoord. Mijn basis, hebben we die gezien? I don't know. In ieder geval, Coman staat erin. En Juric. En Renato Sanchez. En Chambers. En voor de rest is gewoon hetzelfde. Dus ik hoop dat jullie het allemaal goed vinden. Misschien Riemann volop zo. Boah, wat lekker. Ligt er alweer goed. En nu komt daar... Oh, Jetfy, bijna. Renato Sanchez. Maak hem. Oh, mijn god. Ik heb zoveel pech, hè. Ik heb zoveel pech. Oh, mijn god. Dit was een van de meest mooie doelpunten, kun je ook doen, die ik ooit heb gemaakt. Dit samenspel was prachtig om aan te zien. Holy shit. Holy shit. Kijk nou. Dembele komt de man voorbij. Komt op Juric. Terug op Dembele. En 1 tik door. En rustig om de keeper heen. 1-0 voor. En nu. Weer Coman die het afmaakt. Holy shit. Dat was echt mooi. Echt heel mooi. Nooit. Die bal kwam aan. Van Leer is de beste keeper ooit. Zag je die bal? Van helemaal achter komt hij in één keer terecht. Bij Juric en wordt nog bijna 2-0 uiteindelijk ook. Nee. Nee. Zo onverdiend. Het is wel de eerste club die echt weerstand biedt, Feyenoord. Wel de eerste echte lastige club. Of ja, naast Ajax dan. Ja, wat mooi. Renato Sanchez, maak hem dan eens af, man. Het gebeurt de hele wedstrijd al niet. We hebben 1 keer het geluk gehad dat we scoorden. Maar echt, we hebben zoveel pech. De hele aflevering al. Er komen nog 10 minuten te gaan. Het kan nog veranderd worden. Het kan nog. Kunnen we nog 1 keer bezit krijgen van de bal? Misschien wel een aanval opzetten. Kan dat nog? Of wordt het Feyenoord die dit 2-1 gaat maken? Eén van die twee dingen zie ik nog best wel gebeuren deze wedstrijd. Maar wat? Oh mijn god. Oh mijn god. Oh mijn god. Of het nu nog kan, dat is de vraag. Of het nu nog kan. Nog 1 bal naar voren. Het is 1-1. En het is geen overwinning. Dat betekent dat wij, ik geloof, 9 wedstrijden achter elkaar gewonnen hebben. En dan nu een wedstrijd gelijk spelen. We waren beter, naar mijn mening. We hebben het niet afgemaakt. Dat is een redelijke aflevering. 1 nederlaag, 1 overwinning en 1 gelijk spel. We moeten nu wel in de Europa League volgende aflevering gewoon echt gaan winnen. Want even kijken, hoe staan we in de Europa League? Dat gaan we nu dadelijk zien. Ik geloof dat we niet zo goed ervoor staan. Nee, kijk, we staan al 5 punten achter Rubin Kazan. En is die achterstand nog in te halen? Het is nog in te halen, maar we moeten wel winnen. En dat gaan we volgende aflevering doen. Dat gaan we allemaal volgende aflevering zien. Dan met een blauw duimpje omhoog, subscribe Twinity. En dan zie ik jullie allemaal de volgende keer weer. Later mensen.